Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Goed, hallo allemaal. Het is voor mij vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet gefilmd, omdat ik gisteren weer begonnen ben aan het herpakken van mijn stage. En dat is vandaag weer stilgelegd. Gisteren ging het prima. Wel wat buikpijn natuurlijk, maar voor de rest weinig last van. Gisteravond begon ik me in één keer heel erg beroerd te voelen. Heel veel pijn. En dat is eigenlijk aangehouden. En vannacht veel erger geworden. Ik was vanmorgen om 5:30 ging mijn wekker. En het eerste wat ik dacht is, dit gaat hem niet worden. Ik heb vanaf 2:30 tot toen mijn wekker ging lopen huilen alleen maar van de pijn. Ik heb vanmorgen de huisarts gebeld. Nou, de assistente wilde dat ik niet langskwam. Dat was niet nodig. Dus ze heeft overlegd. En het is zo dat ik nu weer ben doorgestuurd naar de maagdarm leverarts. Dus ik heb hun gebeld. Ik denk, ik ga niet wachten tot volgende week donderdag. Ik heb net de afdeling gebeld. En ze hebben overlegd met de MDL-arts, met de maagdarm leverarts. En die heeft weer zakken Cleanprep voorgeschreven. Omdat ik daar wel baat bij had. Dat gaan we gewoon weer halen. We gaan weer slikken. Ik zit dus vandaag thuis met heel veel pijn. Ik ben de hele dag wel een beetje in huis heen en weer aan het lopen. Om een beetje te bewegen. Maar helaas. Wat de artsen ook aanraden is veel groente en fruit. Dus ik heb allemaal groente en fruit gehaald gisteren. En daar ben ik nu continu sapjes van aan het maken. En die aan het drinken. Dus met kiwi, spinazie, en ananas en al die dingen. Zolang dat helpt, ben ik er wel gewoon heel blij mee. En hij raadt aan om heel veel volkoren en echt rijk aan vezels dingen te eten. Dus ik loop zo ook even naar de bakker. Om daar het vezelrijkste brood te halen wat er is. Of balkorn, dat is ook goed. Maar er zitten dan alleen weer de buitenkant van de zaden in. Ik weet het ook allemaal niet. Dat werd mij verteld. Dus ja, dus even kijken wat we gaan doen. Het is trouwens mega warm. Ik loop in een t-shirtje en een korte broek. Dat is ook echt het enige wat ik nodig heb. Het is heel benauwd. Het is nu rond 27 graden of zo. Het is echt heel warm. En dan ruik ik over aan de barbecue. En daar heb ik nou niet echt trek in. Ik heb heel weinig trek. Dat is het hem juist. Ik eet gewoon bijna niks meer. Ik eet 's morgens een klein crackertje. Tussendoor eet ik helemaal niks. 'S Middags eet ik 1, hooguit misschien 2 boterhammen. 'S Avonds een heel klein beetje brak en meer. Tussendoor eet ik niks meer. Ik heb geen honger meer gewoon. Maar ja. We moeten wel blijven eten. Dus dan maar aan het walkorn, brood en al die dingen. Vind ik overigens wel heel lekker hoor. Dus dat mazzel heb ik wel. Oh ja. Ik kom er nu achter dat ik om moet gaan lopen. Dat is niet heel erg slim en fijn. Ik heb trouwens tegenwoordig mijn leren rugzakje van de Kruidvat bij. Super fijn. En de camera is leeg. Dus tot thuis. Goedemorgen, het is woensdag en wauw, er was onweer vanmorgen. Ik ben de hele nacht op geweest. Ik heb de hele nacht films gekeken en alles, want ja, ik kon weer eens niet slapen door alle buikpijn. Vandaag is de dag dat we 1 van de 2 dozen Cleanprep moeten gaan drinken. Ik heb besloten dat ik vandaag Cleanprep ga gebruiken en vrijdag en donderdag niet, want ik moet nog wat dingen inleveren op school, onder andere mijn examen. En de week daarop ben ik er ook al niet. Omdat ik naar het ziekenhuis moet volgende week. Dus even kijken hoe dat allemaal loopt. Ik ga vandaag in ieder geval proberen de 4 liter weg te drinken. Ik ben best wel laat begonnen, want het is al 10:30. Ik ben om een uurtje of 6:30 een beetje weggedommeld. Dus het is 6:30, 7:30. En ik werd net wakker om 10:00.
Dus ik ben me eigenlijk een beetje gaan klaarmaken, even gewassen. Wat ik vandaag aan heb is dit strapless, of tenminste behalve strapless, jurkje met deze strip om mijn nek. Ik vind hem super cute en hij is gewoon lekker makkelijk voor vandaag. Ik hoef niet te denken aan allerlei andere dingen die ik vandaag aan moet doen. Het is gewoon lekker dit jurkje. Ik heb mijn slippers eronder aan, want ja, weet je. Ik ben toch thuis. Ik blijf binnen, dus ik hoef niet helemaal uitgetoft de deur uit. Ik heb een paar prikkeltjes en dingen, dus ik ga zo even extra skincare doen. Maar ik ga even Rio halen, want ik zit in de badkamer. En dan ga ik een ijskoffie maken. Ik heb gisteren voor het eerst ijskoffie gemaakt. Ik heb ijsblokjes in mijn Starbucks beker gedaan. Daar heb ik hete koffie overheen gegooid, dus dat was binnen no time koud. Toen heb ik er melk aan toegevoegd en een klein zakje suiker. En oh, het was net alsof ik bij de Starbucks zat. Het was echt lekker. Dus dat gaan we nu ook doen. Ik heb trek in een ijskoffie, het is mega warm. Ik heb geen idee hoe warm het is, want mijn telefoon is dood. En zou je misschien denken, hè, dood? Ja, hij heeft vannacht niet opgeladen. Dus het is leeg. Misschien dat het nu 2% is, dus ik ga hem even aanzetten en beneden verder opladen. Ja, dat dus. Ik ga even Rio halen en dan gaan we naar beneden. Dan ga ik ijskoffie maken en daarna 4 liter wegdrinken. En pijnstilling innemen. Hopelijk dat het werkt, want ik heb heel veel buikpijn. Wat ik nog wel eventjes wil doen, is ik heb de weegschaal in mijn kamer gezet. En dat is niet zonder reden. Ik wil even weten hoeveel ik weeg. Dus ik doe even mijn slippers uit. En dan gaan we dat even checken. Nou, ik weeg dus 63,9. En dat is dus met de ontlasting die vast zit. Ik wil dus weten of dat verschil maakt als het eruit komt. Dus ja, dat gaan we even checken. Ik ga vandaag 4 liter drinken. Vrijdag 4 liter. En fingers crossed en hopelijk lukt het. Goed, ik heb mijn eerste liter drank op. Ik heb een boterham gegeten en een beker ijskoffie op. Ik ben misselijk. Dat is niet normaal. Ik moet nog 3 liter. Nog 3 liter. Oh. En dan morgen nog. En vrijdag ook nog. En daarna moet ik aan de zakjes Moleskine en al die omgaan. Oeh. Jak. Morgen, wat ik morgen trouwens ga doen, is ik ga morgen wel even naar school. Puur om mijn examen in te leveren. En even mijn aanwezigheid een klein beetje hoog te krikken. En we hebben maar volgens mij twee of drie uurtjes school. Dus dat is op zich wel fijn. Ja, dat eigenlijk. Dat is wel fijn. We hebben van 10 tot 1 hebben we school. Dus dat is op zich wel lekker. Daarna ga ik gewoon naar huis. En dan ga ik gewoon van 1 tot... Of van 2... Wacht, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Van 2 tot 10 uur 's avonds ga ik dan die andere laxeerdranken drinken. Want ik moet 8 uur over doen over 4 liter. Vreselijk. En dan vrijdag begin ik gewoon om 7 uur 's ochtends. En dan hopelijk gaat het goed. Dan komen er op zaterdag familie uit Amerika naar ons toe. Of eigenlijk Hawaii. Zondag stond op de planning om met hun een blijdorp te gaan. Ik wil kijken hoe ik me voel. Voel ik me redelijk, dan ga ik. Voel ik me niet redelijk, dan ga ik niet. Maar voel ik me redelijk en heb ik pijn. Dan gaan we gewoon halverwege een rolstoel fixen daar zo. Dat ik in ieder geval even kan zitten tussendoor. Dan is het maandag, zou ik met hun naar Amsterdam gaan. Of Rotterdam. Even kijken wat ze willen. Even kijken hoe ik me voel. En dan als het lekker gaat. Weet je, waarschijnlijk als ik nu gewoon weer leeg ben. Gaat het op zich even een aantal dagen gewoon weer goed. Dus hopelijk voel ik me dan zondag en maandag ook goed. En dan kan ik dinsdag gewoon weer een stage. En zo niet, dan ja, moeten we een oplossing gaan zoeken. Maar
Ik wil in ieder geval morgen nog heel even een klein overleg op school. Maar we gaan vandaag eerst die andere 3 liter opdrinken. Want ja, dat is logisch. En ik sta trouwens in de badkamer, mocht je dat afvragen. Ik ga even douchen. Ik wil even me lekker opfrissen, want ik heb pijn en ik voel me vies en ik zweet. Och. Dus ik ga eventjes even douchen. En wat er daarna gaat gebeuren is vrij weinig. Ik ga alleen maar drinken. Drinken, drinken, drinken. Hallo. Het is inmiddels, ik heb niet eens een idee, het is bijna 5 uur. Ik begin steeds meer pijn te krijgen. Ik heb de 4 liter op. Vraag me niet hoe. Ik ben mega, mega misselijk, maar hij is op en daar ben ik al lang blij om. Het rommelt voor behoorlijk, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat ik vanavond iets van resultaat ga hebben. Ik hoop het zo. Goed, het is inmiddels avond. Ik heb vrij weinig gegeten. Ik ben heel misselijk. Maar ik ben nu mijn verantwoordingsverslag aan het afronden. En even nachecken. Ik kom er alleen achter dat ik mijn stage moest laten checken naar mijn verantwoordingsverslag. En niet de opleiding. Ik dacht dus dat ze hebben gezegd dat de opleiding dat moet doen. Maar dat moet dus de instelling zelf doen. Dus dat moet ik nog even laten doen. En als dat is gebeurd, dan ben ik heel blij. Dus ja. Dat gaan we nu even doen. Ik ga hem afronden en dan klaar. En dan ga ik even kijken. Misschien mijn werkbegeleider die werkt. Of mijn, degene die mijn examen heeft afgenomen. Die woont heel vlak bij mijn school. Dus misschien dat ik morgen even snel langs mag wippen. En hem dan in kan leveren. Even checken. Even kijken of dat gaat. Goed, ik ben wakker. Ik heb me een soort van een beetje opgemaakt. Ik heb het concealer onder mijn oog. Mijn wenkbrauw en that's it. En een heel klein beetje blush, omdat ik heel bleek ben. Het is dus donderdag. Ik ben aangekleed. Vraag me niet hoe. Mijn hele buik doet helemaal zeer en helemaal hard. Hele onderbuik. Dit ook wel, maar mijn hele onderbuik doet zeer. Nou ja, je ziet het ook. Ik ben helemaal uit zwart. Ik heb deze cremige schoentje aan en ik doe zo mijn gele vest aan van de Primark. Ik heb eigenlijk een complete Primark uitvertaald. Die schoentjes, nou. Dat is wel grappig eigenlijk. Ik ga zo dus naar school. Ik moet een paar dingen regelen. En ik heb natuurlijk een gesprek met mijn mentor. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik vannacht niet helemaal heb geslapen. Ik ben op zich niet in mijn gedachten mee bezig geweest. Maar het zou best kunnen zijn dat me wakker heeft gehouden. Ja, het is dus wel een beetje vervelend als je mentor je in één keer op het matje roept. Ik weet waarschijnlijk wel waarom, maar ik had niet misschien gelijk naar de directeur moeten stappen. Maar ja, als iemand hier iets voor me kan betekenen, dan is die het wel. Dus als je het doet, moet je het goed doen. Dat heb ik bij deze gedaan. En het is niet mijn probleem dat het haar niet bevalt, weet je. Ik heb geen rare dingen in die mail gezet. Maar goed, ik vertel jullie dat allemaal wel vanmiddag hoe het is afgelopen. Ik ga de pijnstilling innemen. En zoveel als ik kan. In de hoop dat het werkt. In de hoop dat ik het volhoud. Ik sta nu al gewoon krom van de pijn. Ik heb een boterham gegeten. En ik heb net ijskoffie gemaakt. Ik heb de smaak te pakken. Die staat nu daar op mijn bureau. En die drink ik heel even op. Daarna pak ik mijn rugtas en ga ik naar school. Het is ook gewoon, weet je wat het nu is? De buikpijn is heel erg aanwezig. Maar kennen jullie het gevoel? En ik schaam me er totaal niet voor. Maar kennen jullie het gevoel? Het gevoel dat als je heel nodig moet poepen en het kan niet, je moet hem ophouden. Want dat gevoel heb ik dus continu, alleen in mijn geval komt daar niks. Dat is zo naar, dat veroorzaakt zoveel pijn. Maar goed, weten jullie dat ook weer op voor mij deze vroege ochtend. Ik ga mijn ijskoffie opdrinken en dan ga ik zo naar school. Ik heb er niet heel veel zin in. Ik zit er niet op te wachten, maar... het moet. Goed.
Ik ben thuis. Ik heb een vrij oké gesprek gehad op school. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dit strapless, of ja, strapless shirtje aan. Cropped shirtje, dus gewoon een zwarte broek nog aan. Maar ik wilde heel even wat anders aan, omdat het best warm is. En mijn BH-banden waren hier heel lelijk door. Dus ik heb even een niks aan eronder. Gewoon even lekker chill. Ik bezoek heel even mijn opa en oma, omdat ik die al best een tijdje niet heb gezien. En ja, volgende week gaat het hem ook niet worden. Ik heb natuurlijk morgen nog zakken klimprep die ik moet innemen. Zaterdag, zondag komt er familie, maandag ook. En als alles oké weer gaat, dan ga ik dinsdag naar mijn stage. Wat betekent dat ik de rest van de week ze ook niet zie, want donderdag zit ik in het ziekenhuis. Wat er daarna allemaal gaat gebeuren, ik heb geen idee. Dus vandaar dat ik nu heel even langs mijn oma ga. En ja, ik wil er ook even vertellen hoe het nu gaat en zo. Want dat weet ze ook allemaal niet. Ik heb wel heel veel pijn, maar ja. Dat kleine stukje lopen is op zich niet heel erg slecht. Dus let's go. Heel even naar mijn opa en oma. Oh jongens, ik zag net het weerbericht. Het wordt komende week 35 graden. Komende dinsdag wordt het 35 graden. Komende maandag 31. Komende zondag 27. Oh, het is nu ook gewoon lekker. Het is echt heerlijk. Ik loop hier gewoon no shame zonder BH. In een strapless shirtje. I don't care. Het is zo lekker weer. Oh, I love it. Het is een beetje fris met de wind nu. Maar het is voor de rest echt heerlijk. Lekker mijn zonnebrilletje gepakt. Ik moet bij mijn oma ook nog even wat ophalen. Dus dat ga ik gelijk even doen. En voor de rest... vrij weinig eigenlijk. Morgen weer verplicht thuis zitten, maar ik ga morgen echt buiten zitten. Ik ga morgen echt niet binnen zitten, dat is gewoon, dat is het echt niet waard met het weer. Lekker naar buiten jongens. Als ik toch thuis moet zitten, dan mijn vitamintjes op doen. Allemaal opdrachten en alles zijn nu gewoon klaar. Dus dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik zo snel mogelijk weer mijn eigen goed voel. En geen pijn heb, zodat ik weer naar stage kan. Oh, ik zag in één keer deze, ik heb nog heel veel van die strapless shirts liggen. Ze zijn een beetje cropped. Maar ze zijn zo chill. Dus ik dacht, weet je, ik trek die gewoon lekker even aan. Want ik heb mijn rok gezweet in mijn shirtje vandaag. Dus ja. Even lekker wat makkelijks aan. Ik word bijna aangereden, maar goed. Mag de pret niet drukken. Kijk jongens, de zon. Oh, I love it. Het is zo lekker. Ik loop nu de hele tijd in de schaduw, maar dat maakt ook niet uit. Het is best lekker. Vanavond klisma. Vanavond, zo eigenlijk al. Dan één zak laxeerdrank. Daarna slapen. Hopelijk kan ik slapen vannacht. En dan morgen de laatste 4 liter. En dan hopelijk ben ik leeg en verstop ik niet meer. Anders heb ik een probleem. Maar kijk het weer. Oh, geweldig. Het is echt super lekker. Goed. Even lekker met mijn oma bijgeklet. Dat is wel even fijn. Dus ik kwam met goede ideetjes. En zeker ook iets waar ik heel even over ga nadenken. Betreft mijn stage. Mijn oma kwam namelijk met het idee. Kijk, maar afgelopen maandag ben ik de hele dag geweest. En was ik einde van de dag echt kapot. Echt kapot. Maar mijn oma kwam met het idee. Waarom ga je niet 6 dagen in de week op donderdag na, want dan moet ik naar school. Maar ze zegt, waarom ga je niet 6 dagen in de week... alle verdiensten draaien. Wat uiteindelijk betekent dat ik dan 3 hele dagen stage loop. Kijk, vind ik een prima plan. Ik ga dat overleggen in de hoop dat dat ook mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, dan is dat wel jammer. Maar kijk, weet je, ik ga nu nog niks vastzetten of doen. Maar ik wil wel heel even overleggen. In de hoop dat het zou kunnen. Ik wil niet weten wat mijn ouders ervan vinden. Dan ben ik heel blij. Goed, lieve mensen. Ik ben inmiddels thuis. En ik heb best wel leuk nieuws. Want ik ben aan het livestreamen op mijn eigen Insta. Vanmiddag ben ik aan het livestreamen geweest op de Insta, gezamenlijke Insta die ik met Chantal heb voor Roadtrip. En nu ben ik op mijn eigen Insta aan het livestreamen. En dan kijken 2 mensjes. Uit klasgenootje. En mijn YouTube maatje Amber. Super leuk.
Leuk, ga je dit op YouTube zetten? Ja, natuurlijk. Like what? Like... Zeg hoi tegen jezelf. Jee, we zijn live. We gaan even wachten tot iemand reageert. Dat is funny. Hola. Dit is leuk. Nee, geen zelfpromotie hier, hè? Dit is leuk. Dit is echt leuk. Dit is gewoon dubbel. Hoi, hoi. Nice. Jullie worden allemaal famous. Oh. Ik kan geen drie dingen tegelijk. Dus ja. Ik ben nu aan het livestreamen. Ik weet niet voor hoe lang. Ik weet niet of dit lang gaat duren. Maar ik vind het gewoon leuk. Even kletsen met iedereen. En ja. Even wat content maken. Een beetje promotie voor mezelf. Heb ik wel nodig. No shame. Like. There's no one watching. Well, there is. One people. Yay. Ik ben echt happy. Ik weet niet. Op de een of andere manier ben ik. Amber heeft 11 abonnees. Kan bijna niet praten. Amber heeft 11 abonnees. Dus help haar zeker ook eventjes de hoogte in met de abonnees. Ik ga een linkje van haar kanaal in mijn bio zetten. En in de. Ja, dat. Eigenlijk. Dus check dat linkje ook zeker. Volg haar even. Abonneer. Ook al kijk je niet. Abonneer. Maar kijk sowieso vooral. Maar abonneer ook gewoon. Want het is een tof kanaal. Echt waar. En ze verdient het. Dus doe dat ook zeker. Nou, je hebt je promotie wel weer gehad voor vandaag hoor. Goedemorgen. Het is vrijdag. En weer een nacht die ik niet heb geslapen. De hele dag wakker geweest. Ik zie er echt ontzettend moe uit. Ik hoop dat ik vanmiddag wel even kan slapen. Vandaag de laatste 4 zakken clean prep. Ik hoop dat het gaat werken. Ik hoop dat ik me daardoor ook beter ga voelen. Ik ben benieuwd jongens. Ik ga zo meteen even die stapel kleren opruimen. Ik ga even koffie drinken en ontbijten. Ik heb het heel benauwd. Ik weet niet of je dat merkt. Maar ja. Ik loop trouwens gewoon lekker vandaag in mijn chill kleding. Ik heb gewoon lekker dit shirtje aan en een kort broekje. Lekker chill. Ja, dus dat ga ik zo even doen. Ik ga in ieder geval het even meenemen en dan een ontbijtje maken beneden. Goed, ik ben lekker gedoucht. Ik heb alleen mijn haar niet gedaan omdat ik die gisteren al heb gewassen. Dus dat voel ik nog niet echt nodig. Ik ben maar lekker helemaal opgefrist. Beentjes zijn helemaal glad. En check jongens, herken je deze nog? Met tatoeage op mijn been. Ik vind het echt leuk dat we met de zomer weer lekker kunnen showen. Ik kan hem eindelijk showen, want hij is afgelopen november gezet. Dus ik ben echt blij dat ik hem nu lekker kan showen. Hij is bijna een jaar oud. Nog een paar maandjes. Ik ben een vlog van Jill aan het kijken. En mijn ouders zijn naar de dierenarts. Ja, ik wil iets zeggen, maar dan ben ik het weer kwijt. Ik weet het niet meer. Ik wil iets zeggen, maar dan ben ik het weer vergeten. Ik ga zo meteen trouwens deze week vlog editen. Want volgend weekend, of tenminste niet volgend weekend, dit weekend. Ik praat echt wartaal. Dit weekend komt er natuurlijk familie uit Amerika. Dus daarom heb ik geen tijd om deze video dan te editen. En ik wil dat hij zondag online komt. En ik heb ondertussen 3,5 liter op. Ik moet nog een halve liter clean prep en dan ben ik klaar. En ik ben naar de wc geweest jongens. En dat voelt echt heel fijn. Het voelt echt goed. En ik voel me wat opgelucht. Ik heb nog wel heel veel buikpijn. Maar die buikpijn zal voorlopig gewoon niet weggaan. Maar ik voel me wel wat opgeluchter, dus daar ben ik heel erg blij om. Ik voel me nog steeds een beetje belabberd, maar ik voel me wel wat opgefrisser nu ook omdat ik ga douchen. Dus dat vind ik ook heel fijn. Ik ga de weekvlog zo editen en dan ga ik gelijk deze vlog even eindigen. Want het heeft niet zo heel veel zin om dan nog door te vloggen als ik hem toch zo ga editen. En er gaat niet zo heel veel gebeuren, mijn ouders komen straks terug en dan ga ik editen. Dus ik bedank jullie voor het kijken.
Het was een beetje een andere vlog dan normaal, I know. Het was ook niet de bedoeling, maar ja, ik kan jullie vertellen dat komende week voor mij een hele speciale, komende maandag, sorry voor jullie morgen, voor mij een heel speciale vlog gaat worden. Puur omdat de familie uit Amerika komt en ik heb ze zo gemist. Ik ga zo blij zijn om ze te zien en ja, jullie gaan alles te weten krijgen in de vlog van morgen. Dus kijk die ook zeker en dan bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Muah.